Welkom bij de laatste aflevering van Lange Haven Plus TV, die geheel in het teken staat van de opening van de Lange Haven. Terug op het project. Ja, voor ons een geweldig project geweest in een hele mooie omgeving. Ja, waar we uiteindelijk een heel mooie prestatie hebben neer kunnen zetten in een hele mooie tijd. De grootste uitdagingen waren uiteindelijk toch de tijd. We hebben uiteindelijk beloofd om ons werk toch een heel stuk eerder op te gaan leveren. En uiteindelijk gelukt. Dus heel trots. En nu een feestje. Absoluut, absoluut. We staan hier met een groot deel van ons team staan we te genieten. Gebeurt het vaker dat jullie zo'n project afsluiten? Zo uitgebreid als hier, met alle onderdelen die aan het hele project hebben meegewerkt, is uiteindelijk wel heel uniek. Dus dat is wel heel mooi om hierbij te zijn. Begonnen met de restauratie van de beursluis en de brug is nu het laatste stukje. Er komt nog één klein dingetje bij. Er komt nog een heel mooi rooster in de vorm van de vis op de vismarkt. Dan is het daar helemaal klaar. Nee, het is een lang project geweest, maar eigenlijk heel goed verlopen met complimenten aan de aannemer. Want Boscalis heeft het zo georganiseerd dat er eigenlijk zo min mogelijk overlast was. Daar hebben we ze op geselecteerd, maar ze hebben het waargemaakt. En dat is wel mooi om te zeggen. Dat is best goed gegaan. Dat is sneller klaar. Dat is gedaan door een voortreffelijke aannemer die met iedere omwonende en ieder bedrijf hier steeds goed contact heeft gehouden. Het is goedkoper gegaan dan we van tevoren dachten. Dus dat geld wat we daarmee bespaard hebben kunnen we weer besteden aan de Hoogstraat. Dus ja, ik ben daar echt zo ontzettend blij mee. Het laat zien dat dingen ook goed kunnen gaan. Hè? Er zijn nog wel eens mensen die zitten alleen maar te kijken naar de dingen die niet goed gaan. En er gaat wel eens iets niet goed. Maar dit is echt perfect gegaan. Deze brug, ja, dat is wel een beetje de kers op het taartje, zal ik maar zeggen. Maar dit is wel iets om heel trots op te zijn, ja. Echt waar. Mooi. We hebben een mooie stad, die wordt steeds mooier. Deze brug is prachtig. Het is natuurlijk een nep historische brug, maar dat maakt verder niet uit. Hij maakt een nieuwe looproute van west met name naar de Hoogstraat en omgeving. Dus het is helemaal prima. En ik merk dat mensen er blij mee zijn en dat vind ik altijd heel belangrijk. De Hoogstraat Plus komt hier achteraan en de Korte Haven wordt ook onder handen genomen. Dus het gaat nog even door, het werk in het centrum. Daar zal niet iedereen blij mee zijn. Maar als het dan eenmaal achter de rug is, nou, dan hebben we een perfecte binnenstad.